Torniamo allo stadio olimpico per una delle finali più attese, quella degli 800 metri, che ha per favorito il belga Roger Mens, numero 237, primatista mondiale. Mens attende questa giornata da anni, è ormai trentenne. Begley comincia a cedere, Mens incalza inseguito da Snell in maglia nera. Mens irrompe, pare che abbia gara vinta, ma Snell lo attacca all'interno. Mens lo ha visto e risponde. Snell inesorabile insiste e passa. È primo. Secondo Mens, terzo Kerr delle Antille. Mens in ginocchio è schiantato dal dolore e dalla stanchezza. Roger was wel de strafste die ik ooit gezien heb. Moens was in 55, 56, 57, 58, 59 de beste van de wereld. Ik zat daar met open mond en grote ogen naar te kijken zoals Moens spelenderwijs zijn Belgische concurrenten oppeuzelde. In die jaren was dat een uitdagingbord voor de Belgische atletiek. In 1955 heeft Moens het wereldrecord verbeterd in 1.45.7. Dat is een tijd waarmee je nu nog door de schiftingen geraakt op Olympische Spelen. Er is geen één atleet die volgens mij hoger komt dan Roger. Om het heel eenvoudig te zeggen en in enkele woorden, absolute top. Tussen deze twee foto's ligt een verschil van 62 jaar. Ik was daar toen 15. De man die je nu bekijkt is er 77. De atletiekcarrière van de jonge Roger Moens begint tussen de hopperanken in Erembodegem, waar hij na gedane arbeid sprintjes trekt tegen zijn oudere broer Pierre. Eerst dus een beetje werken en dan werd een alarm opzij gelegd. Ieder zijn rij. En dan waren we weg, dus ongeveer 100 meter. Ik weet nog dat we soms 300 en 400 meter liepen, hè, en dan we binnen gingen bij meter en er hing een klok. Er hing een klok 1, 2, 1, 2. En dat we gingen meetellen dus. Hè, en dat er dan moest iemand lopen en de anderen. Dus diegene dat niet liep, de anderen zei 1, 2, 3, 4, 5. En dan was er op 100 meter altijd 12 seconden, dat weten we nog dat we liepen. Fijn, weet je dat nummer? Nee, dat weet ik. Ja, ja. Op kortere afstanden, hè, laten we zeggen tussen tot 30 meter, waar zijn we de baas? En dan, ik had misschien een beetje meer kracht, dan ging ik hem voorbij. Ben je daarop? Dat was dan een beetje later al. Ja, ja. Ik denk dat het meer wilskracht had. Meer. Dus ik wilde meer, zoals gezegd. Dus ik wilde iemand zijn, ik wilde iemand worden. De ambitieuze jonge atleet verlaat het platteland en sluit zich aan bij Racing Brussel, een van de beste clubs van het land. Roger Moens blinkt uit in de sprintnummers. Na de middelbare school gaat hij ook werken in Brussel. Hij begint onderaan de ladder bij de gerechtelijke politie. Het begin van een steile klim. Dat was iets groots, Brussel. Wij leefden daar op feitelijk tussen de boeren en tussen de dieren. En dat was een groot verschil dus bij ons in die wijk tegenover Brussel.
Roger Moens is daar waarschijnlijk terechtgekomen in een totaal vreemde wereld voor hem. Hij als Boerke van den Buiten, zal ik maar zeggen, heeft daar moeten vechten tegen het establishment. Hè. En dat heeft hem waarschijnlijk nog meer aangezet om het nog beter te doen, om te zeggen, en ik ga je toch wel eens tonen, al ben ik maar van Herrenbodegem, dat ik wel heel wat in mijn marge heb. Roger Moens is een snelle jongen. Al in 1952 verovert hij het Belgische record op de 400 meter. Maar zijn hart ligt elders, op de 800 meter. Het begin van een grote liefde. Zijn eerste internationale overwinning behaalt hij 1 jaar later in Londen, op de Coronation Games, waar hij in 1 moeite door ook het Belgische record pakt. Moens is Europese top. Ik weet nog toen, 's avonds, die journalisten dus van die bijzonderste Britse bladen en de zogeheten experts, het zijn altijd zogeheten experts, die kwamen bij mij en die zeggen, ja, kom, jij kunt iets en hoe train je? En wat weet ik al, ik durfde me dat niet zeggen, want ik train zeer weinig. En maar daar heb ik dan ook, hoe moet ik zeggen, een soort zelfvertrouwen opgedaan. Zeg, als die mensen tegen mij komen en zeggen, kameraad, jij kunt iets, zal wel waar zijn. Hè? Blaken van zelfvertrouwen trekt hij naar zijn eerste grote afspraak. De Europese kampioenschappen van 54 in Bern. Moens is de gedoodverfde winnaar. Het wereldrecord ligt binnen zijn bereik. De race is een drama. Moens wordt pas 5e. Een andere Belg, Lucien de Munck, eindigt als 2e en verbetert tot overmaat van ramp het Belgische record van Moens. In 1 klap verkruimelt alles wat hij heeft opgebouwd. Volgens mij waren het de zenuwen. Hij heeft hem daar zenuwachtig gemaakt. Hij heeft gezegd, ik ben hier de beste en ik ga hier winnen. En volgens mij hebben de zenuwen een part gespeeld. In Bern. Ja. Meer niet. Hij vergeet iets. Hij vergeet iets, ja, je vergeet iets. In de maand mei, hè, ben ik geopereerd van mijn amandelen. Ah, ja, ja. En heb ik 6 weken niet kunnen trainen. Daar ligt er een. Daar ligt er een. En nergens anders. Dus ik had niet genoeg weerstand om 3 keer achter elkaar te lopen. Als er een berg lopen wordt op 1 dag, dan win ik door Ola Main. Dus vingers in de neusgaten. Maar 3 dagen achter elkaar, ik was daarvoor niet genoeg getraind. Van dat wisten we meer. Nee, daar. Ja, ja. Het Bislettstadion in Oslo, augustus 1955. Een grote dag voor de Noorse held Audun Boysen. Hij wil het onmogelijke proberen. Het 16 jaar oude wereldrecord van Rudolf Harbig breken op de 800 meter. Het stadion is volgelopen, klaar voor een heldendaad. Dat waren zeer goede omstandigheden voor Roger Moens. Voor sommige softe atleten zouden zeggen, ja, maar het zat allemaal tegen, het publiek was tegen mij. Het publiek tegen Roger, dat was ideaal voor hem. Dat was een extra motivatie om nog iets dieper te gaan in zijn mogelijkheden. Ik wist dat natuurlijk, dat Boysen zo gezegd ging lopen tegen het wereldrecord. Ja, maar ik ben er ook nog in mijn eigen. Ik kan dat ook. Ik zet me onmiddellijk na de start achter die haas. En na 400 meter valt die haas weg. Dan kom ik aan kop. Na 400 meter komt Moens voorbij in 52 seconden. Razendsnel. Dat was een ideale tussentijd om het wereldrecord te kloppen. En toen heb ik een paar seconden getwijfeld. Zeg ik doorgaan en de andere meetrekken? Hè? Ofwel, zeg ik doorgaan. Hè? En ongeveer 200 meter voor het einde dus, dacht ik bij mezelf, zeg, die in Boysen die is al zeer ver weg. Kan je kwaad nemen. En bij het uitkomen van een bocht zie ik een wit been naast mij. Dus ik had die natuurlijk niet gelost. Ik zeg, oei, oei, die hangt er nog. Komen in de rechte lijn. Hij komt bijna naast mij. Enfin, dus ik zie hem. Ik zeg, Moens, nu gaat je toch alles niet verliezen. Je hebt zo gelopen, hè. Nog alles gegeven. 50 meter voor de aankomst. Is dat wit been dus weer naast mij? Allee, Moens, kom. Ik heb toen alles gegeven. Alles wat nog in mijn body had.
En als ik aan de aankomstlijn was, zag ik dat witbeen niet meer. Hij was juist achter mij, dus 0,2 seconden achter mij. Ik was wereldrecordhouder. Roger Moens is nu de koning van de wereld. Die in 45 zei, ik vergeet het nooit. En ik weet één zaak, hij heeft een oude stel aan nodig. Een vork en een lijp lossen, weet, geloof ik. Heb ik hem toch altijd horen zeggen, dat was zijn prijs. Dus in die tijd. In Erembodegem wordt hij geëerd als een vorst. Ik dacht dat